We willen graag samen met vallen met jullie op alle vlakken. Voor jou, Dinant. Dat is een buurjongetje van mijn moeder. Natuurlijk ben ik daar heel vaak. Vroeger ben ik daar opgegroeid. En ja, zo heb ik hem leren kennen. Vroeger hebben we barbecuetjes als familie met elkaar gehad en zo. Dus zodoende kennen we elkaar. Ja, gewoon een hele lieve, rustige jongen. Nou, dit was eigenlijk een wens van de ouders. Een nabestaande. En ik dacht, ja, uit respect met de hele Hoge Kerk is dit echt leuk om te doen. Om de respect tonen voor Dina. Ja, ik heb contact toen met de ouders via. Gevraagd of ze dit goed vinden, of dat een idee was. En dat was goedgekeurd en er kwamen ook nog wensen erbij. Wat waren die wensen? Nou, de wensen zijn bijvoorbeeld dat we muziek gaan draaien bij hun voor de deur. En ja, wat voor soort muziek en hoe moeten we lopen en of het groot mag. En nou ja, alles bij elkaar. Ja.